Ik ben Ibtissem. Ik ben Dina. Wij kregen de opdracht om mensen te interviewen over een stelling. Onze stelling is: eenzaamheid is een probleem. Veel kijkplezier. Hallo, mag je wat vragen? Ja. De stelling voor u: eenzaamheid is een groot probleem. Wat vindt u daarvan? Nou, hangt er vanaf wat je onder eenzaamheid verstaat. Ja, vind ik wel een heel groot probleem, inderdaad. En waarom vindt u dat? Nou, met de mensen die vervagen nogal van elkaar tegenwoordig. Iedereen heeft geen tijd meer voor elkaar. Godverdomme, niet normaal. Omdat als je eenzaam bent, heb je geen vrienden? Nee, want je hebt ook nog vriendenkring en zo en familie om je heen nodig. Oké, dank u wel voor de aandacht. Alsjeblieft. Sommige mensen vinden het leuk om alleen in stilte te zijn. Omdat ik aan de ouderen nu, zeg maar, denk. Dat veel ouderen gewoon alleen en eenzaam aan het einde komen. Nou, het is niet leuk, denk ik, om alleen te zijn. Oké, heeft u nog meer iets op te zeggen? Ik probeer liefde te wijzen voor elkaar en probeer mensen op te zoeken die eenzaam zijn. Eenzaam is echt, zoals bijvoorbeeld oudere mensen, hè? Dat is toch wel heel erg jammer dat die mensen dan zo alleen zijn. Omdat, oudere mensen worden vaak een beetje in de steek gelaten. Dit was het dan. Het merendeel was voor. We hopen dat jullie het leuk vonden. Doei!